Met nog 4 wedstrijden te gaan nadert de competitie zijn einde. Ajax hoopt vurig op puntverlies van FC Twente en zal zelf zijn wedstrijden moeten winnen. Gisteren tegen ADO Den Haag lukte dat. En vandaag op het trainingsveld voornamelijk de reserves, waaronder de doelmannen Jeroen Verhoeven en Kenneth Vermeer. Ook op het trainingsveld Joon Suk, die overduidelijk een Nederlandse kapper heeft bezocht. En natuurlijk Christian Eriksen, die gisteren tegen ADO Den Haag samen inviel met Dennis Rommedaal. Een dubbele Deense wissel dus. Ik denk niet dat het zo vaak gebeurt. Dubbel Deense wissel. Ja, maar ja, kijk, de trainer probeert de wedstrijd om te gooien met wissels. Vaak lukt het. Nu was het wat moeizamer. Ik vond het zelf moeilijk echt om goed in de wedstrijd te komen. Rommedaal snel gegeven. Suarez sneller dan Zwinkels. Nou ja, dat maakt achteraf helemaal niks uit wat ik zeg. Omdat we hebben toch 3 punten en daar gaat het om op dit moment. Immers haalt nu de bal van de lijn. De inzet van Rommedaal. Alderwereld. En die zit er heel fraai in, zeg. Die zit er heel fraai in. Toby Alderwereld kroonde zich gisteren natuurlijk tot matchwinner. Maar Rommedaal had zelf ook nog een mooi moment. Met een stift was de Deen dichtbij een belangrijke treffer. Hij was stil in de stadion. Normaal hoor je altijd van of iets hoor je. Maar ja, wij hadden geen supporters bij. Dus die van Den Haag die zei natuurlijk niks. Dus was jammer. Ik maak mijn 8 zeer. En ik zie de keeper iets uit de goal staan en ik probeer die te stiften. Dus dat hij daar niet in gaat, pech van mij. Meer kan ik niet zeggen. Volgende keer moet ik dan iets anders verzinnen. Dan gaat hij misschien wel in. Rommedaal is een van de weinige spelers in de selectie die weet wat het is om een landstitel te winnen. De Deen is zeer te spreken over hoe de selectie zich in de slotfase van deze competitie manifesteert. Iedereen is rustig, iedereen is positief, iedereen gelooft erin. En dat is op dit moment het belangrijkste. En je ziet ook gisteren dat de geloof terugkomt met de late doelpunt. Ik ben van mening omdat iedereen er nog voor knokt en iedereen er nog voor in gelooft. Dat je dat ook kan afdwingen. Dus op dit moment zit het goed in de groep. En daar houden we zo de laatste paar wedstrijden. Ja, altijd hè. Zoekie! Ja. Goed getraind? Ja, zo.